Yo, 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 ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Bij Bright zijn we natuurlijk dol op nieuwe telefoontjes. Maar er komen er zoveel uit dat we niet elke telefoon evenveel liefde kunnen geven. En daarom dus deze video met de hoogtepunten van de leukste nieuwe telefoons in een soort van telefooncarousel. En daarom gepresenteerd vanuit een carousel. We beginnen met waarschijnlijk weer de hit van het jaar, de A53 van Samsung. Ja, Samsung heeft al jaren een gouden cocktail te pakken als het gaat over die A-lijn. Het zijn telefoontjes die er mooi uitzien, die goede specificaties hebben en ook nog eens niet te duur zijn. Ja, de A52 was vorig jaar weer een van de meest verkochte telefoons. En de A53 heeft alles in zich om dat ook te worden. Zeker nu Samsung die A-lijn weer langer gaat ondersteunen. Samsung belooft 4 Android-updates en 5 jaar beveiligingsupdates. Dat is echt heel erg lang voor een telefoon van nog geen €450. De camera's zijn ook meer dan prima. Natuurlijk iets minder dan de duurdere topmodellen. Maar bij goed licht zie je dat eigenlijk nauwelijks. Er zit een 64 megapixel hoofdcamera in, een 5 megapixel macro lens en ook nog een dieptecamera voor de portrait mode. Hij lijkt dus heel erg op dat A52 model van vorig jaar, ook qua design. Misschien is hij nog iets mooier afgewerkt dan vorig jaar. Maar de chip is wel veranderd. Dat was eerst altijd een Snapdragon chip en nu zit er een eigen Samsung Exynos chip in. Die moet dan wel weer 20% sneller zijn dan de Snapdragon chip die er vorig jaar in zat. Wel is de A53 twee tientjes duurder geworden met de telefoon met dezelfde specificaties als vorig jaar. Alleen is het instapmodel wel verdwenen. De A52 kwam ook nog in een niet 5G en een niet 120 Hz versie. En die kostte maar €350. Nu kost die vanaf €449. Gaan we door in de carousel van de telefoons met de Poco X4 Pro. Ja, Poco is al jaren een echte budgetkoning. Het dochtermerk van Xiaomi weet te verrassen met heel veel specificaties in een heel klein prijsje. En dat geldt ook weer voor deze X4 Pro. Kijk je naar de buitenkant, dan ziet het er toch behoorlijk high-end uit. Een beetje geïnspireerd op de Ultra van Xiaomi van vorig jaar. Het ziet er toch wel bijzonder goed uit. Zeker als je naar de voorkant kijkt, er zit gewoon een 6,7 inch OLED scherm in. 120 Hz, dus 120 verversingen per seconde. Het zit er gewoon allemaal in. 5000 mAh krijg je er ook nog bij en dat allemaal voor nog maar €299. Dat is wel echt heel erg weinig. Maar natuurlijk heeft het ook zijn weerslag op zo'n telefoon. Kijk, het ziet er allemaal wel high-end uit, maar die 2 van de 3 camera's moet je eigenlijk nooit willen gebruiken. Die hoofdcamera, die gaat nog wel. Er staat overal AI op ook. Ik weet niet zo goed wat er nou AI aan deze telefoon is, maar goed, het staat er wel op. En je moet weten dat die komt met Android 11 uit de doos, terwijl Android 11 stamt uit 2020. Dus echt al een oud besturingssysteem. En deze telefoons krijgen meestal niet een update van een Android editie. Dus weet dat je na 2 jaar waarschijnlijk niet meer met deze telefoon wil rondlopen. Dus ik zou hem je niet echt aanraden. Koop dan liever een telefoon die iets meer geld kost, maar wel ondersteund wordt. Maar vind je dat niet zo belangrijk, dan kun je wel 2 jaar lang tegen dit schitterende scherm gaan kijken. Van de dochter gaan we naar het hoofdbedrijf, naar Xiaomi dus, met de nieuwe Xiaomi 12 Pro. En tegelijkertijd is ook de Xiaomi 12 uitgekomen. En nog een goedkopere Xiaomi 12 X. Die heb ik niet even meegenomen. Maar de Xiaomi 12 Pro, ja, daarmee probeert Xiaomi te laten zien dat ze tegenwoordig ook echt die high-end smartphone kunnen maken. Die ze ook echt bijzonder hoog prijzen. €1099 voor een Xiaomi telefoon. Wie had dat nou kunnen denken? En ja, kijk je naar de specificaties, dan heeft hij inderdaad alles wat een high-end Android op dit moment moet hebben. Dus dat klinkt allemaal wel top, maar ik heb een dag met die Xiaomi mogen spelen in het museum. En ik vond hem daar toch wel heel erg tegenvallen. Ik had gewoon mijn Fold 3 mee, die een beetje de setup heeft van de S21 van vorig jaar. Ja, en die vond ik gewoon echt betere plaatjes maken in veel gevallen. En ook hier weer op de kermis, hier in de portrait mode, gebeuren er gewoon echt rare dingen. Ik denk dat het vooral aan de software ligt van Xiaomi, dus het kan nog verbeteren. Maar ik ben niet blij met deze 12 Pro. Sorry jongens. En daar komt bij, ik ga toch geen €1100 betalen voor een Xiaomi telefoon die reclames laat zien in de eigen apps. Dat kan echt niet.
Dan draaien we weer verder in de carousel en dan zijn we bij de OnePlus 10 Pro. Sinds januari al te koop in China, maar nu ook eindelijk in Nederland aangekomen. Ja, dat maakt het moeilijk om echt super enthousiast te worden over deze telefoon, omdat die er al zo lang uit is en wij nu pas aan de beurt zijn. Het komt ook voort omdat OnePlus steeds meer onderdeel aan het worden is van moederbedrijf Oppo. De operationele systemen worden enigszins gelijk getrokken met elkaar, al heeft de oprichter van OnePlus wel beloofd dat OnePlus zijn eigen operationele systeem krijgt. Wel zie je dat Oppo nu ook de Hasselblad sticker voor op de telefoon heeft geplakt om te laten zien dat de camera's deugen en dat de Super VOOC charger van Oppo, die technologie is nu ook naar OnePlus gekomen en de OnePlus technologie die is weggegooid. Of misschien was het al hetzelfde, maar dat zullen ze ons nooit helemaal vertellen. Maar goed, die harte zeer met jullie gedeeld kan ik eigenlijk niet anders zeggen dat het gewoon weer echt een heel fijn toestel is, die 10 Pro. Hij ziet er echt heel goed uit, vind ik. Goed, dat camera-eiland moet je van houden, ik vind hem wel oké. Maar de bouwkwaliteit blijft echt wel super. En dat voor een prijs van €899, dat is tegenwoordig helemaal niet zoveel voor een telefoon met deze specificaties. Er zijn een paar leuke nieuwe dingen bijgekomen ten opzichte van de 9 van vorig jaar. Hij kan nu laden met 80 watt, dat is dus wel met een oplader, maar goed, dat is nu maar eventjes zo. En hij heeft een nieuwe ultra-groothoek van 150 graden. Dat is echt super wijd. Die moet je ook speciaal aanzetten in het menu. En kun je alleen maar voor de foto's gebruiken, niet voor video's. Maar het is wel een grappig plaatje. Dus al het meta-gebabbel en bedrijfskundige gewauwel daar gelaten, is het weer gewoon echt een hele fijne telefoon. In de software kom je eigenlijk nergens Oppo tegen. Dus dat OnePlus-karakter is nog steeds wel bewaard gebleven. En wat ik wel mis, nu ik een Samsung-telefoon zelf gebruik, is het notificatieschuifje van trillen naar stil naar geluid. Daar heb ik elke dag nog een beetje pijn van. Speaking of Oppo, het moederbedrijf van OnePlus heeft ook een nieuwe bijzondere telefoon. En meteen de duurste uit deze hele carousel. €1299, zelfs €50 duurder dan de S22 Ultra van Samsung. Maar dan heeft deze wel iets meer RAM en iets meer opslag. Ja, man, wat een geld zeg. Ja, dan krijg je natuurlijk wel alle specs die daarbij horen. Dus veel high-ender dan dit kan het niet, als het een woord is. En er zit ook een eigen bijzondere chip in, naast de Snapdragon 8 Gen 1 chip. Namelijk een Mary Silicon MPU chip. Nou, die chip moet gaan helpen bij de kunstmatige intelligentie, vooral bij de beeldverwerking. En ja, de plaatjes zijn mooi in vrijwel alle situaties en hij is ook razendsnel met foto's maken. Maar goed, ik denk niet dat veel mensen €1300 gaan betalen voor nog steeds een relatief onbekend Chinees merk. Misschien wel voor de normale X5, de standaard X5, die kost namelijk nog steeds wel €999, maar heeft diezelfde MPU en ongeveer dezelfde camera setup. Wat een geld zeg! En dan hebben we alle Oppo broers en zusjes wel gehad, zou je zeggen, met Oppo en OnePlus. Maar dat is niet zo, want dit is namelijk Realme. En Realme is dan weer van hetzelfde moederbedrijf als Oppo, namelijk het Chinese investeringsfonds BBK. Ja, Realme is het snelst groeiende smartphonebedrijf ooit. Het groeit sneller dan alle andere bedrijven ooit gegroeid zijn. Maar we kennen Realme met name als echte budget koning. Super goedkope telefoontjes die best wel goed zijn met de specificaties. Maar niet deze Realme GT2 Pro. Dit model is een model wat gewoon €850 kost. Dus die kan gewoon in het rijtje bij een OnePlus 10 Pro. En daarmee dus ook natuurlijk helemaal uitgedost is met de specificaties die je daarvoor wil hebben. Bijzonder is dat Realme normaal gesproken geen garanties geeft voor updates. Deze telefoon geeft dat wel, namelijk minimaal 3 jaar. En ja, deze achterkant is ook wel bijzonder, zoals je ziet. Dit is van biopolymeer, gerecycled kunststof is dat. Het voelt een beetje als leer, of ja, als nepleer. Of als ze vegan leren, zoals ze dan ook wel eens zeggen. Over de software van Realme ben ik niet super tevreden. Het is toch wel een beetje dat budgetgevoel in hoe de animaties en dergelijke werken. De camera's zijn wel oké. Ze kunnen, vind ik, net niet mee met de toppers, maar heel slecht is het niet. Wat wel bijzonder is, heeft ook een ultra-wide camera van 150 graden. Kennen we dat nog? Ja, dat kennen we nog van OnePlus die ook die 150 graden heeft. Zo zie je maar dat die bedrijven die onder eenzelfde vlag vallen ook op die manier samenwerken. Dan draaien we weer verder en komen we uit bij de Motorola Edge 30 Pro. Ongeveer hetzelfde verhaal. Hè? Motorola kennen we als een budgetspeler met goede, goedkope telefoons. Maar blijft het proberen met ook duurdere telefoons. Behoorlijk veel duurder, daar kom ik zo meteen op. De specificaties zijn er dan ook wel na. Deze telefoon heeft 144 hertz zelfs, dus 144 verversingen per seconde. Dat is iets wat we normaal gesproken alleen bij game telefoons zien.
De foto's zijn over het algemeen best prima. Vooral de ultrawide is een best goede camera, maar niet zo spetterend. Ja, en als je dan alles bij elkaar optelt, heb je een telefoon voor €800. Een Motorola telefoon waarbij de software wel oké is, maar niet zo daverend. En ook nog een telefoon die ik er nog steeds best wel budget uit vind zien. Ik zou hier mijn €800 niet aan uitgeven. Dat waren de telefoons die ik bij me had, maar ik wil er nog eentje bespreken, namelijk de Nothing Phone One. Ja, die heb ik dus nog niet, maar Nothing is een bedrijf dat vorig jaar de blitz wist te maken met de Nothing Ear One. Oortjes die wij bij Brighter getest hebben en waar we behoorlijk enthousiast over waren. Nothing is opgericht door de oud-oprichter van OnePlus, namelijk Carl Pei. Die is weggegaan bij OnePlus en doet bij Nothing nu ongeveer hetzelfde trucje. Namelijk een heleboel hype maken met iets wat nog niet gepresenteerd is. We're incredibly excited to announce that, surprise, surprise, we will be launching a smartphone, the Nothing Phone One. De Nothing Phone One gaat deze zomer uitkomen, dat weten we al wel. We hebben al een soort van logootje gezien, maar specificaties, dat blijft nog even gissen. Er zijn wel wat beelden al vrijgegeven over hoe de software eruit gaat zien. Er zijn dus een hoop plannen, er is al een flinke hype en behoorlijk wat fans die uitkijken naar deze nieuwe telefoon. Wij ook van Bright, ook omdat die ontworpen is door Teenage Engineering, een bekend ontwerpbureau uit het noorden van Europa. Dus het gaat er waarschijnlijk mooi uitzien, misschien wat transparante delen. Net zoals bij de Nothing Ear One. We kijken daar in ieder geval naar uit. Dat was het overzicht van de meest bijzondere telefoons van dit moment. Maar welke van deze telefoons haalt nu onze koopgids Bright Stuff? Ja, daarin verzamelen wij de telefoons die wij aan jou aanraden. Nou, er zijn 3 telefoons uit de lijst die ik net heb opgenoemd die in die Bright Stuff-lijst gaan komen. Namelijk de A53 van Samsung, de OnePlus 10 Pro en de Poco X4 Pro in het onderste categorie qua prijs. En daarmee is onze Bright Stuff koopgids weer helemaal compleet en komt de draaimolen voor eventjes tot stilstand. Tot het volgende rondje, tot in de herfst. Dat is allemaal fijn dat erop zit, maar ik vind dus eigenlijk het gehuil van andermans kinderen vind ik eigenlijk heerlijk. Dan denk ik altijd, het is niet mijn kind, hoef ik niet zelf op te lossen. Ik kan gewoon iemand anders oplossen.